deze editie. Legt Ivo de junior Casanovas uit hoe je een juffrouw schaakt. Gunnen we ruim baan aan een gewetenloze Duitser. Prins Bernard natuurlijk. De family band die eeuwige trouw aan zijn maîtresses verklaart. Worden we uitgekleed door een global style director. Kiezen we voor een klassieker in de cockpit. Leren we de plastic koptelefoon van Tony. En vertellen we waarom het juist een snops is om er net een beetje naast te zitten. Hoi Ivo, goedemorgen. Ja. Slightly overdressed ten kanteure. Ja, jij bent echt full battle dress. Ja, ik denk dat het mag ook wel eens een keer. Een pakje aan. Ik betreur het dat wij de pakken zo vergeten. Daar gaan we ook meer aandacht aan besteden in deze uitzending. Maar eigenlijk iets belangrijkers. Op weg naar de studio, deze vroege ochtend, trok ik mijn derde of vierde cashmere sok in één week kapot. Dus er is een duidelijke cashmere-crisis gaande. En daar hoor je ze niet over in Den Haag. Hè? Nee, niks toelages, nee. Niks subsidies. Geen subsidie, nee. En maar als ik dat nou ga vergelijken, financieel, we gaan geen bedragen meer noemen. Daar zijn we een beetje te vulgair in de laatste weken. Maar ik denk dat mijn cashmeregebruik iets hoger ligt dan mijn gasgebruik. Maar heb jij niet zo'n houten ei dat je zelf je hiel kan repareren op een kille winteravond? Oh, dat is niet. Nee, dat ken ik niet. Of je moet gewoon wat ik doe. Ik neem gewoon een 3-ply. Je moet deze dikte nemen. Ja, 3-ply. Maar dat is voor de bergschoen. En dat is ook precies, want ik ben natuurlijk gaan analyseren nu. Want vorige week waren er ook al 3 paar weg. Wat is er nou aan de hand? Er is een bergschoen die tussen mijn veelgedragen schoeisel zit. En dat is geen de enige niet handgemaakte schoen die ik heb. Dus dat en is daar gewoon confectie. En daar kan mijn sok niet tegen. Zie je er, want mijn gewone schoenen van Roberto Ugolini heb ik nog nooit een probleem gehad. Ja. Maar als ik zo'n mantelassietje uit het rek of ik pak zo'n bergschoen, dan gaat het dus fout. Nee, dus het is denk ik ook iets cultureels. Ik ben gewoon allergisch. Maar dit is wel maat mooi. Het is een mooie dus. Kleur blauw trouwens. Ja. Nou, hou ze. Hallo. Nee, je bent gek. Serieus? Is my present to you. Oké, nou, dankjewel. Krijtstreep was vooral geliefd bij Hitler en Al Capone, by the way. Maar goed, dit terzijde. Daarmee zeg je op zich niks fout. Hey Ivo. Okay. Nee, ik weet, ze hangen nog niet aan de wand. Maar ik ken je voorkeuren. De Snopcast. Niet inclusief, maar exclusief. Ik wilde nog wat ander nieuws met je bespreken. Maar eerst even, wat spookt je uit? Want ik kreeg een foto van best wel een beetje albollig 5-sterren hotel. Je hebt een Snopcast vanuit een bedje in Stockholm tot ons. Ja, maar dat is wel een prachtige de Grand Hotel. Dat is dé plek waar alle Nobelprijs-laureaten worden ondergebracht. Daarom was je daar alvast oefenen. Nou, je voelt wel dat je IQ daar een beetje onder doet. Maar denk je dat de Snopcast genomineerd kan worden voor enige Nobelprijs? Dat gaan we zien na de 50ste uitzending als we de boel opdoeken. Of we alsnog in de prijzen vallen. Nee, maar dat hotel, dat kon mij bekoren. Dat is namelijk tegenover het Koninklijk Paleis. Dat is royaal uitgevallen, 600 kamers. Ja. En in der tijd was het niet toegestaan om voor 12 uur sterke drank te schenken in Zweden. Voor niet geheel onbegrijpelijke redenen. Maar de koning heeft per persoonlijk decreet ervoor gezorgd dat je dus alleen in de Grand Hotel voor 12 uur... mag drinken. En de koning dacht dus mee. Wat goed. De daad bij het woord. Goed, je kan daar ook alle champagnes tot en met kroek aan toe per glas bestellen. En kan ook om 3 uur 's nachts een glas naar je kamer laten komen. Ja, maar het historisch ding. Ze hebben daar voor het eerst het servet geïntroduceerd in Zweden. Lagen ze inderdaad een beetje achter. Want in Engeland wordt er al in 1481 over gerept. Maar de geschiedenisboeken geven de credit aan Leonardo da Vinci. Dat wist ik niet. Ja. Die was uitgenodigd bij de groothertog van Milaan. Sforza. En die had de gewoonte om bij grote diners levende konijnen op te tuigen met kleurrijke linten. Gezellig aan tafel. Die hingen aan de leuning van je stoel. En als je handen vies waren, dan kon je die aan dat beest, aan die rug, kon je dat lekker afvegen. Ja, dat vond hij, net als jij, dierenminnende man, vond hij een... En toen is hij een keer op zo'n diner met een enorme lading doeken gekomen. Dat wist ik echt niet. Want ik dacht eerlijk gezegd dat het Franse hofcultuur, Lodewijk de 14e was, die uiteindelijk natuurlijk, laten we zeggen, het servies, het couvert, dus hoe je het dekt, ook, heeft geïntroduceerd de Franse tafelschikking. En heb je de Engelse en natuurlijk de door mij zo gewaardeerde Weense tafelschikking, waarover later waarschijnlijk een special. En de schikking van je servet, dat wist ik ook niet. Dat heb ik dus in Zweden opgestoken. Is dat je met je punt naar beneden. Dus niet rechtstandig je servet zo op schoot legt. Zoals ik dat doe. Maar met je punt over je kruis. Opdat zeker vroeger met die lekkende kluiven en het eten met je handen. Ving dat veel beter de boel op. Ja, en dan een veelgemaakt misverstand. Wat doe je dan met dat servet als je
klaar bent. Altijd links, niet netjes opvouwen. Ja, en ja een zo. Prop neergooien. That's it. Het klinkt een beetje onaardig, maar anders denk ik, zij is nog bezig. Heel goed. Hebben we iets geleerd? Ivo, wat drinken wij? Ter zake zou ik bijna zeggen, hier bij onze koffiemachine van de Snopkast. Nou, we drinken dit uit eerbetoon op de held die we vandaag gaan bespreken. En ik ben al een beetje in de dresscode, hè? Daar, dat is toch het idee. Want ik zie daar een fleurige anjer in je revers priemen. Over de kleur valt te twisten, maar het anjerseizoen is nog niet begonnen. Dat begint pas 1 april. En de redactie is met 12 man uitgerukt om door de stad te gaan. Om uiteindelijk met 1 rode anjer terug te komen in plaats van een witte. Dus we gaan straks praten over Prins Bernhard. Toch wel zeer snopwaardig. Want hij hangt al 2 foto's op de snopwand. Hier in militaire outfit. Hij was natuurlijk een vliegenier. En daarboven met zijn, denk ik, Ferrari 500 Superfast voor het Amstel Hotel in Amsterdam. Eind jaren 60. Ongelooflijk stylisch. Videoland/RTL heeft een driedelige documentaire-serie over hem online gezet. Wij hebben er ademloos naar gekeken. De serie klopt. Heel goed. Maar we hebben wel wat aanvullingen. En misschien, geen correcties. We hebben wat aanvullingen. Maar voor ik daarover wilde beginnen, en dat we het ook over Bernhard hebben, zeg je altijd, een man met een goede levensstijl, redelijke opvattingen, niets op aan te dingen eigenlijk, op af te dingen. De discussie de afgelopen weken was natuurlijk dat heel veel types uit die tijd niet meer kunnen. Bijvoorbeeld een van zijn, misschien heeft hij hem wel gekend, Roald Dahl. Ja. De oorlogsvlieger nog geweest in de Spitfires. Die is gecanceld vanwege zijn heftige tekstjes in zijn kinderoeuvre. En toen dacht ik, ik ga toch eens bij gebrek aan beters even door de boekenkast. Of eigenlijk onder mijn boekenkast heb ik wat doosjes staan met stripboeken van toen. Heb jij dat ook? Ja, ik heb een paar heb ik er. Dus een paar van die jeugdstripboeken. Om te beginnen natuurlijk Asterix en Obelix. Eindeloos veel afleveringen. Waarin toch, als je nu zou kijken, wel wat plaatjes staan die de sensitivity reader niet echt gaan bekoren. Nee, dit is wat zien wij hier voor tafereel? Daar had je altijd de scène waarbij de piraat uiteindelijk, er was altijd een piratenclubje dat voer uit. Ja. Met een dikke zwarte meneer in het kraaiennest. Ja, en die begon dan met zeer dik rood aangezette lippen te brullen. Maar meestal te laat, omdat die doorgaans de verkeerde kant uitkeek. En met een spraakgeblek ook. En met een spraakgeblek. Ja. Dus dat was aan alle kanten was dat. Mogen wij niet meer om lachen. Niet meer doen. Ik vind ook dat wij ons hard moeten maken. Ik heb toch nu zo langzamerhand een beetje moeite met de titel van Dick Trom. Ik vind dat wij een voorstel moeten doen dat we dat boek gewoon Enorme Trom De Enorme moeten Trom, noemen. Ja. Zoals hij ook vermeld staat in de Royale Vandalen. De dikke en de dunne ook een beetje moeite mee. Dikke en dunne ook. Ja, dikke en dunne. Deze, het kan nog veel erger. Dikke en dunne, hoe ver dan? Wat zou je mensen willen doen? Hè? Wat zou van de dikke en dunne worden? De reizige en De royale. Wat lang uitgevallen en zoiets. We moeten wat verzachten. Ja. Ik heb ook een boekje van Billy Turf. Dat is een jongetje, een heel dik jongetje op een Engelse kostschool. En die vrat zich helemaal vol. Zijn zusje, ik weet niet, vetshaming was toen nog niet zo'n groot probleem. Die jongens, hij is kogelrond. En zijn zusje Bessie Turf. Bessie Turf. En als je dit nu ziet, joh. Het is, bij mij komt het wel door de censuur heen. Maar dat komt omdat ik geen censuur heb. Dan hebben we Kuifje. Ja, dat ligt natuurlijk heel vaak onder vuur. Kuifjes in Afrika. Ja, dat ging niet helemaal lekker. Dit is een aflevering waarbij we niet heel veel Afrikanen in beeld zien. Dus daar komt hij even met schrik vrij. Suske en Wiske dan is deze ook, hoor. Vond ik ook wel leuk, maar om een andere reden. Dit gaat om Michel Vaillant. Oh ja, met auto's, met de snelle mooie wagens. Auto's. Dat vond ik natuurlijk leuk. Een beetje de spijkerachtige auto's reden ze allemaal in. Deze aflevering, de terugkeer van Steve Warson. In de tijd dat ik mijn Engels nog slechter was dan nu, sprak ik dat altijd uit als Steve Warnos. Ik weet nog niet waarom, maar maar dat zijn, het is gedomineerd door blanke mannen. Vond ik heel moeilijk om te zien, heel moeilijk. Ja. Dus dat kan echt niet. Ze winnen ook altijd. Ze zijn heel rijk en succesvol. Schande. Het zou verboden moeten. Als de Kaagpolitie straks aan de macht is, dan gaat dit allemaal stoppen. Dan is het knock-knock aan de deur. Kunt u even Michel Vaillant, uw Suske en Wiske, uw Kuifjes en uw Asterix en Obelix bij ons inleveren? Ja. Zullen we het meemaken? Ik hoop het niet. Laten we even een glas nemen. Ja. Ik wou je even met groen laten beginnen. Want ik kreeg laatst van
Dat jullie, met een roemer? Ik kreeg van iemand dat gezeur van jullie in de Snopkast... dat het uitmaakt uit welk glas je drinkt. Wat een onzin toch. En ik wou jou toch even proefondervindelijk. Dit is dik glas, het is zwaar, je neus kan er niet in. Als je nu één slok uit deze neemt en dan uit de tweede... kristalglas van mijn oma. Maar dit, kijk, even filter. Erbij zeggen, een roemer voor de kijkers... dus niet de Spotify-lezer. Die kun je natuurlijk met je vette knuisten. Ja. Als je net met je handen hebt gegeten... en nog niet in Zweden het servet was aangereikt door de koning... Ja, heel kun goed, je, mooi kun je dus en kun je hem goed beetpakken. Daarom weer. En die is al met die knobbels erop ook gemaakt. Ja. Heel dan, goed. Dan kijken we even. Veel te wijd, veel te groot. Mm. Ik vind dit altijd ook wel een beetje... drie sterren hotelstijl. Ja, het is te zwaar. Het is te, nee. het is ook geen kristal. Maar het toont zwaar. Mijn oma was best een snop, dus die dit vond is van het mooi. Jouw oma? Ja. Oh, maar ik wil het net weggooien. Dit van de ene familie, dit van de andere. Maar en nu dit glas, Zalto. En je voelt dat even dit is horen, gewoon, even luister. Het is gewoon half zo zwaar als die andere glazen. Zo. En hier gaat je neus in. Dan ben ik kapot. Hier gaat je neus eerst in. Dit is toch zelfs jouw neus. Het is toch een hele andere, ik zou haast durven zeggen, smaakbeleving. Ja, ik moet zeggen, het blijft inderdaad wel. En je mag dus niet het kelkje in de knuist om hem op te warmen. Dat gaat niet. Ik vind het allemaal onzin, eerlijk gezegd, Ivo. Maar ben je het nou met me eens dat de slok uit het groene glas beduidend minder fijn was dan... Het kan ook psychologie zijn, hoor. Maar, ja. Was het ook een andere fles? Maar goed, dit was een van de wijnen. Ivo. Nee. Zo, nee, ik piepelt je niet. Maar dit was, je weet dat... Ik vind het alle drie goed te doen. Hè? Alleen dat middelste glas vind ik een visuele leed. Maar onze held, dit was de favoriete witte wijn van onze held van vandaag. Die, zoals je weet, ook behoorlijk aan de champagne zat. Maar jij mag voordragen wat we drinken. Corton Charlemagne. Ja, nou ja. Eigenlijk, ja, laten we zeggen, de gewone slobber witte wijn is natuurlijk de Chassagne Montrachet bij Kelder thuis. Zo gaat het helemaal. Maar ik dan echt in een woeste bui ben, dan wordt het een Corton Charlemagne. Ja. Overigens mag ik wel zeggen, ik koop ze altijd bij het ex-Kamerlid. Bijna Kamervoorzitter geworden, Ton Elias. Want die heeft een handeltje in wijn is die gestart. Vind ik wel leuk. En daar komt deze vandaan. Ja, hij is zelf ook een soort wijntonnetje. Hij slaat het zelf op, volgens mij. Maar dus die is de wijnen ingestapt. En proefondervindelijk, na zijn reizen uit Frankrijk, koop ik wat bij hem. Dus daar hoort deze ook bij. Ik niet gesponsord of zo, hoor. Dus ik koop dat gewoon. En al sinds de 8e eeuw, hè, of nog verder terug, de Romeinse tijd. In 800 is het door, vandaar de naam, door Karel de Grote, is die heuvelrug gekomen. Kocht. Kortom, Charlemagne is nog een kleiner gebiedje dan Poulin-Montrachet. Ja, hele kleine. Ja? Het zijn drie kleine gemeentetjes en een heuveltop waar aanvankelijk toen Karel de Grote het kocht, rode wijn werd verbouwd. En zijn vrouw, of wat zeg ik, heel snopwaardig, zijn vierde vrouw had moeite met de rode vlekken in zijn lange baard. En die zei van, ga jij dan maar eens witte wijn planten? Dus daarom is het veranderd. Nou ja, niet verwonderlijk is die vrouw er ook snel uitgegaan. Maar hij heeft wel die witte druiven daar geïntroduceerd. Ga ik niet te technisch worden met het ideale microklimaat. Maar je kan wel door die bodemgesteldheid, waardoor je zo'n wijn... Jij proeft dat ook. Dit is geen Zuid-Afrikaanse, Nieuw-Zeelandse, Amerikaanse wijn. Ja. Dat is jij toch kan het beter omschrijven dan ik. Nee, maar zo'n Corton Charlemagne, dat is... Ja, dat is een cadeautje dat je zelf iedere maand even moet doen, zou ik zeggen. Niet heel iedere veel maand, toch? Ik zou zeggen dagelijks. Ja, jij doet het dagelijks. Hè? Ik ben wat eenvoudiger, dan doe ik gewoon een chassagne. Maar goed, we hebben het niet over prijzen, maar het is best bewerkelijk. Want die druif heeft nou eenmaal de rare eigenschap om zijn vocht eerst aan de blaadjes te geven en dan pas aan de druiven. Dus je moet ze ontzettend goed in de gaten houden tijdens het groeien. En die blaadjes echt goed opschonen, zodat dat vocht ook naar die druiven gaat. Maar dit was dus Bernard's favorite. En hoe ging het als Bernard ergens een werkbezoekje had? En zoals we weten heeft hij heel hard gewerkt, vooral voor het Nederlands bedrijfsleven. En niet in de laatste plaats voor zichzelf. Dan werd ook wel verwacht dat er of roze champagne was, of Corton Charlemagne. Cuvée Louise van Pommery was een van zijn favorieten. Maar dit was... Zo, hij wakker werd met bier altijd. Hij begon vrij laat met wijn, want hij begon eerst bier. Maar hij begon pas om 1:50 ochtends met de witte wijn. Ja. Maar we zijn nog niet toe aan onze held. We zijn nog helemaal niet aan de held toe. Nee. Maar er is zoveel te vertellen over die man. Waar zulke schandelijke uitspraken over te lezen zijn. Ja. Hoewel we niet per se voor het koningshuis zijn. Maar het is gewoon een mooie type. Ben je ook een matige man? Laat je snop voeden dan. Mail je vraag naar de snopkast@tonymedia.nl. Wij hebben een
een briefje gekregen van... Hij omschrijft zichzelf als een verliefde jonge man. Janiek Klein heeft ons bijna poëtisch briefje geschreven... waarin hij verklaart dat hij verliefd is sinds ik citeer. En hij vraagt jou natuurlijk als ervaringsdeskundige... advies, dat is duidelijk. Sinds enkele weken heb ik een prachtige dame op het oog. Ze heeft mooi blond haar, prachtige blauwe ogen... en een geweldige persoonlijkheid. Hoe weet je dat nu al? Nu zijn wij geen vreemdelingen van elkaar, maar... Maar ik ondervind dat het nogal lastig is om dichter bij haar te komen... en haar uiteindelijk uit te vragen. Mooi ook weer. Ja. Hebben jullie enig advies voor deze verliefde jongeman? Jullie lijken mij namelijk twee heren die hier uitstekende ervaring mee hebben. Ik hoop op een passend en uitstekend advies. Ik weet niet hoe oud Janiek is. Maar... Nee, het spreekt mij heel erg aan. Want dit is nog een schoolvoorbeeld van de hoofse liefde met de hunkering. En niet de dating app waarbij je na één blink van je ogen swopt naar de volgende kandidaat. Dus ik heb nu al een... warm gevoel voor deze. Want jouw jongen. Eerste lange liefde duurde, geloof ik, een jaar, anderhalf jaar voordat er een hoofd zoentje werd vooral aan het. Nou, ik weet nog, ik kan hem misschien wel dan niet advies uit eigen hand, maar ik was in mijn inderdaad 9 maanden durende verliefdheid ook nog niet veel verder gekomen dan een mislukte knipoog en een wandeling naar haar toe en toen toch weer omgekeerd. En toen had ik een sollicitatie bij, lag niet. De Stichting tot Bevordering der Noodreële Wetenschap bij professor Pitlo thuis. En die vroeg als laatste van, heeft u een geliefde? En toen zei ik, ik wel, maar ze is er zelf nog niet van op de hoogte. Ik weet niet zo goed hoe ik dat moet aanpakken. Dus Pitlo zei van, dan zou ik toch, je studie vordert ook al niet zo enorm. Dan zou ik toch maar een beetje vaart achterzetten. Ik heb het indertijd bij mijn vrouw zo gedaan, dat ik zag haar voor het eerst, liep op haar af, was op slag verliefd. Dus ik zei haar, gelooft u, zoals Pitlo dat zei, gelooft u in liefde op het eerste gezicht? Waarop zijn vrouw zei, nee, niet bepaald. Toen zei hij, prima, dan blijf ik wat langer. Al dus naar waarheid opgetekend. De rest van zijn leven bij die vrouw gebleven. Maar hoort een snop verliefd te zijn? Is dat niet een beetje een naïef gevoel? Het gaat ook al over verliefdheid. En bovendien, waarom zou je? Want Janiek is dat op dit moment ook erg aan het beperken. Tot één vrouw is mijn indruk. Ik vind toch niet een heel snopwaardige houding. Ik vind de verliefdheid een hoger sentiment dan een relatie onderhouden, toch? Dus, je kunt ook verliefd zijn op meerdere, toch tegelijk? Dat Janiek kan helaas wel eens voorvallen. Maar bij een echte verliefdheid, dat is zo verschroeiend, dan heb je zin in niemand anders. Althans. Ben je nu echt een puber aan het uitleggen hoe het werkt? We gaan door. Dit is niks voor mij. Wanneer was jij voor het laatst verliefd? We hadden het net over de 8e eeuw. Karel de Grote. We gaan dan nu naar de... Moet hij er meteen ten huwelijk vragen of moet hij er omheen cirkelen? Misschien iets aan handgeschreven bericht. Dat is wel mooi. Welke kleur inkt? Ook belangrijk, want we hadden nog een correctie. We hadden het vorige week over het handgeschreven brief. Niet erg meer in zwang, helaas. Met een vulpen. Welke kleur inkt zou Janiek moeten gaan gebruiken? Nou, niet de bruine hebben wij inmiddels geleerd. Want dat is de kleur voor de ambtenarij. Celeste of hemelsblauw vind ik mooi. Zeegroen, maar ik zou navy blue klassiek. Klassiek briefje ik weet niet hoe ze heet. Ze heeft blond haar en heeft prachtige blauwe ogen. Ja. Misschien moet ze even op zicht komen voor de snops een keer. Wij kunnen het altijd voorproeven. Top of de snops. Ivo, dan gaan we nu naar het hoofdgerecht van deze aflevering. En dat is natuurlijk zijn koninklijke hoogheid, prins Bernhard van Liepen-Biesterveld. Of van Liepen heette die dan officieel. Documentaire gezien bij RTL dacht, dat wisten we eigenlijk allemaal wel. Maar mooie beelden, een aantal beelden die we nog niet kenden. Ja, en prins Bernhard heeft mij al langere tijd geïntrigeerd. Niet alleen omdat hij snop is, wat voor ons natuurlijk absoluut het belangrijkste is. Maar ook gewoon als historische figuur. Zo rond 2005, 2006 stortte ik mij al, en toen was hij net overleden in 2004, stortte ik me al op de prins Bernhard-achtige types. In feite de mannen die hier achter op die snopwand hangen, zeg, waar zijn ze gebleven? Die mannen die nog durven te leven. Ja. Een beetje de jet set playboys uit de jaren 50, 60. Ja. Daar ging dat verhaal over. En toen belandde ik op een kasteel in Noord-Duitsland bij een Bismarck spin-off. Bij graaf von Plauen, een hele vriendelijke man. We zaten gezellig te kouten bij Van Plauwen aan de keukentafel. En die kwam met alle familiefoto's aanzetten, fotoboeken.
En op een gegeven ogenblik, ik blader zo door dat boek. En de graaf zegt, of ik stuit op een foto van Bernard hangend. Tussen zijn voormalige vriendin, weet ik nu dan, en zijn dochter. En ik zeg tegen hem, wie zijn dit? En toen zei hij, nou, dat is een dochter. Ik zei, nou, het is niet Margriet, het is niet Beatrix, het is niet enzovoorts. Hij zei, nee. En toen bleek dat er helemaal geen enkel probleem was in zijn vriendenkring. Von Blauw was een man die met hem op jachtpartijen ging, die in Porto Ercole, een huis in Italië, vaak zag. Buiten de grens deed Bernard daar nooit moeilijk over. Mm-hmm. In zijn intiem, iedereen wist het. Ja. Ik heb toen die foto's gemaakt, uiteraard even van die privéfoto's van Bernard. Dat is toen door de Telegraaf uiteraard zonder bronvermelding geklauwd. Mm-hmm. En nu zie ik ze overal terugkomen in die documentaire bij RTL. Ja. Ik denk dat ik nog even rekening ga zonder credit. Ik denk dat nog even, ik breng ze nog even een kistje of drie Corton Charlemagne in rekening. En bedankt. Maar hij was daar open over. Althans, ja, maar ik heb het toen wel fout gehad. Ik heb het heel bescheiden in quote gepubliceerd. Omdat ik dacht, ik vind het... lijkt te veel af van het hoofd. Ik vind het vulgair om over zijn bastaarden. En wat is er eigenlijk mis met bastaarden? Hoort bij de adellijke leven. Ja, natuurlijk. Dus ik vond het eigenlijk. Ja. We doen het en passant er even bij, maar niet te groot brengen. Als een vanzelfsprekendheid had je het haast kunnen brengen. En een paar jaar later heb ik nog een boek geschreven onder de titel ZKH zijn met Harry Veenendaal. Over een, dat vond ik wel mooi. Eigenlijk de ambitie van Bernard, ook wel snopwaardig, om altijd social climber, altijd omhoog te gaan. Ja. De ambitie van Bernard om viceroy te worden, dus onderkoning. Ja. Ik keek natuurlijk naar Louis Mountbatten. De grote, mooie, witte pakken. Je ziet hem ook altijd in de Crown, kun je hem ook wel zien als Uncle Dickie. Ja, Dickie Mountbatten, die natuurlijk onderkoning werd van India, van dat grote India. En dat wilde hij eigenlijk met Indonesië ook bereiken. Hij dacht na de oorlog, ik heb niks te doen, ik moet iets, weet je wat, ik ga met Wilhelmina maar schoonmoeder, ik regel wel eventjes dat ik onderkoning van Indonesië word. Ja, een soort consulaire. Een staatsgreep voor opgezet, daar wist hij van. Daar hebben wij een boek over geschreven met allemaal originele aantekeningen van zijn privésecretaris, die pas 80 jaar na de oorlog dus gelekt zijn. Het was een ontzettend vrolijk project. Ik heb één keer in één avond ben ik op alle nieuwszenders, overal ben ik geweest. En daarna heb ik er nooit meer iets over gezegd. Ik heb ook de hele oplage verkocht en dacht, nou, dat was het dan. Maar ik heb altijd een zwak voor Bernard gehad. Terwijl het grappige is dat mensen lezen zo'n boek zeggen, oh, je bent dus heel kritisch op Bernard omdat hij een staatsgreep wilde plegen. Helemaal niet. Nee, je hebt er toegejuicht haast. Ik vond het wel een... die maakte iets van zijn leven. Je moet je voorstellen, Bernard is in Duitsland geboren als... in die documentaire zeggen ze dan lage adel, maar als graaf. Niet hele lage adel. Oh ja, nee. Maar even later is die prins. Dat is wel knap. Dus omdat zijn vader of zijn grootvader, die hebben al geprocedeerd om eigenlijk een prinselijke titel te krijgen. En dus hij is al snop in de dop op dat moment. Snop in de dop. Ja. We hebben een nieuwe titel. Mooi. Ja. Ja. En dan stoot hij door naar koninklijke kringen. Dus die Julianen daar in beeld komen. Dan heb ik zo'n respect voor hem, hoe hij zich daarin heeft kunnen vastbijten. Ja, nou ja, maar het was natuurlijk ook niet alleen Juliana. Hè? Want waarom ben jij zo dol op Bernard? Nou ja, ik concentreer me vooral op de wezenlijke zaken van Bernard, namelijk zijn garderobe. En ik kwam zijn foto tegen bij Mario Caraceni, de kleermaker uit Milaan, de Via Fate Bene Fratelli nummer 16, waar echt heel de hele Europese adel zich de maat liet nemen. Raoul Gardini, die grote zakenman. Agnelli, dirigenten. Bernard wist wel waar hij moest zijn. Hij heeft een paar dingen laten afwerken op aanraden van de kleermaker met een gele voering. Want dat is de kleur tegen de jaloezie. Controlla gelosia. Dat had hij beter aan Juliana kunnen geven dan. Maar hij is ook echt, hij is verantwoordelijk. En hier wordt het pas echt belangrijk. Voor een inventie die later op alle pakken van Caraceni zijn doorgedrongen. Ja. Namelijk, we kijken nu naar jouw anjer. Ja, en daarom gaat het mis, hè, want, bij mij. Ja, want Bernard was dus de man van de witte anjer iedere dag. Maar hij wilde niet dat steeltje onder zijn revers wegpiepte. Mm-hmm. Dat vond hij een beetje een lullig gezicht. Zo'n. Dus hij had aan de binnenkant van zijn revers had hij een heel klein lusje laten maken. En dat vond Caraceni zo'n geweldige inventie. Dat hij zei van, dat zit nog steeds op al die pakken. Sowieso, die anjer is natuurlijk een mooi verhaal. Hij vertelt
Hij heeft eerder verteld al dat hij daar ooit als jonge man mee begonnen is in de dertiger jaren. Hij is dat gaan dragen en in de oorlog werd hij, omdat ze hem, hè, toen hij naar Engeland moest vluchten met zijn, met zijn schoonmama. Toen moest hij, werd hij gescreend door de Engelse Veiligheidsdienst door notabene Ian Fleming. Oh ja, de schrijver van de James Bond saga. Ja. En Fleming werkte bij MI6. Mm-hmm. En die moest hem screenen. En later hebben ze natuurlijk altijd gezegd, het is nooit helemaal bewezen, maar dat de eerste Sean Connery's als Bond droeg een anjer. Ja, ja. En dat vind ik wel een hele origine. Die wist ik niet. Die heb ik pas nu in die documentaire gezien. Mm-hmm. Bernard bestelde in de oorlog altijd al een martini shaken not stirred. God is hij ook en daar. Hij dronk nogal veel borrels met Ian Fleming. Dus daar komt dat hele shaken not stirred vandaan. Ja. Nou ja, ik bedoel, dan ben je toch gewoon een legende. Jeetje. Nou, daar heb je bijdrage geleverd aan de wereldgeschiedenis. Dat denk ik wel, ja. Ja. Hij begint al. Nou, laat ik zeggen, zijn eerste remsporen zijn niet heel nobel. Hij rijdt dus tegen een paal van een viaduct in Weesp. Ik geloof in 1937 of 38, zwaar gewond, in een Ford. Oh jee. En Alexander later ook. Ford V8, nee, is waar, in de maar Volvo. Waar, Alexander nee, is Ford ook Sierra. Alexander die is het Rapenburg ingedoken. Oh. Met een Ford Sierra met een spoiler. Ja, nee, die oranjes. Nu begrijpen ze het niet veel. Maar toen, maar zijn auto's. En je ziet hem ook wel in die oude Alfa's. En natuurlijk wat iedereen weet, is de Ferrari. Ja. En wat is daar het meest onwaardig aan? Eigen kleur. Ja, er is ook een foto van hem met Enzo, met de grote baas. Ja, die waren heel goed met elkaar. Ja, ja. Ja. Nee, maar ja, dat is toch heerlijk als je tijd hebt voor dit soort die dingen. Die foto die bij ons hangt is volgens mij dus die 500 Superfast. Die kun je gaan zien in het Lauwman Museum in Wassenaar. Daar staat hij. Schitterende kleur. Ja, het is net wat minder donker dan Racing Green. Ja, dat is een beetje te komen. Iets meer Como meer groen. Ja. Ik snap niet zo goed waarom Bernard in vier zitters rijdt als je in twee zitters kan zitten. Want je hebt natuurlijk altijd discussie, die Ferraris met die 2+2. Ja. Moet je een achterbankje hebben? Ja, voor je hondje, maar niet voor je kinderen, mag ik hopen. En bovendien, hij had 6 kinderen, dus dan had hij een station moeten kopen. Ja, ik heb ook nog wel eens in zijn DS Shooting Break gereden. Voor de jacht. Voor een reportage voor Hoe Heurt Het Eigenlijk. Die had hij voor de jacht natuurlijk. Mooie auto. Is volgens mij verkocht inmiddels. Maar Hij heeft ook nog een Bristol gehad. Hè? Meest onbetrouwbare auto van Anthony. Hè? Waarvan de maker Anthony Crook heet. Wat wil je dan nog meer? Ja, maar, als je in de dorpen van de Bristol de deur op doet, staat er Made by Crook. Ja, goed. Maar even die Bernard. Ik las ook dat die 500, dat wist ik niet, dat die 500 superfast 2 keer zo duur als een gewone Ferrari in die tijd. Maar dat hij hem wel wilde hebben met een kleinere motor, met een 400 motor. Hij vond de motor te zwaar. Het blok was te zwaar. Oh, nee, maar dat vind ik ook weer. Dat is heel snopwaardig. Dat je zegt, nee, die 5, dat is net. Even fine-tunen. Dus ik heb zo'n Jaguar F-Type. Dan willen ze met een V8. Die vind ik te zwaar. Dan heb ik liever een V6 Turbo. Want dat rijdt. Ja. Die auto, die balans van die auto is gewoon beter. Ja. Dus Bernard snapte het goed. En hij reed ze volgens mij op de autostrada gewoon in. Voor hem was heel Italië gewoon circuit. Ja, en ik weet uit de kringen van de Rode Kruisrally dat hij ook wel eens eventjes de auto's uitliet op de startbaan. Ja, als je nou toch op een vliegveld, op een privévliegveld komt met je auto, dan kan je natuurlijk best eventjes de startbaan af en kijken wie er sneller is. Jij of het vliegtuig. Dus dat was trouwens ook een mooie scène in de docu, dat hij op een gegeven moment in Afrika heeft hij natuurlijk alweer een paar glaasjes Cordon Charlemagne of misschien rosé champagne naar binnen gegoten. En dan zegt hij tegen de piloot, wegwezen, laat mij maar even. En hij zet dat vliegtuig stuiterend op de baan. Alle hulde. En hij zegt, wel, je kan het niet altijd goed doen, hè? Dus hij was flink aangeschoten. En ik denk, daar hoor je nu mensen een beetje over mopperen. Zo hier en daar, dat kan toch niet? Dat was Berner. Ja. Altijd net even die grens op zoek en liefst eroverheen. Nou, heeft onze koning, die vliegt ook. Maar ik vrees dat hij toch wat braver het stuiterend met de Airbus. En waar wij natuurlijk ook zwaar van ingenomen waren, is de vertelling over hoe Bernard eigenlijk zijn liefdes managen. Want we hadden net de brief van Yannick. Was ook heel lief. Die zet zijn eerste stap op het liefdespad. Maar dan zou je toch, Yannick, de adviezen van prins Bernard een beetje moeten overnemen. Want laten we bijvoorbeeld maar eens even kijken naar zijn huwelijksreizen. Dus hij heeft uiteindelijk natuurlijk het Koninkrijk gered. Daarom hebben we zoveel prins en prinsessen nu. Door Juliana in ieder geval 4 officiële dochters te geven. Nou goed, er waren nog wat meer kinderen. Dat hoort erbij. Daar kijken mensen nu heel raar over. Maar de 19e eeuwse adel en daarvoor vond dat heel normaal. Want je moest trouwen. In feite voor de familie. Hij is natuurlijk morganatisch is hij getrouwd. Hij is natuurlijk onder de stand getrouwd.
Hij is omhoog getrouwd. Maar ja, mag die dan ook een beetje het ervan nemen? Ja. Maar dan op je huwelijksreis je maîtresse meenemen. Dat verdient een snoppenwoord. Dat, ja, sommigen zullen dat een tikje bont vinden. ik vind dat wel... Ja, dat valt onder de categorie dappere daden, dit. Ja, ja. Ja, of misschien, als je kwaadwillend wil zijn, dan kan je dit brutaal noemen. Maar, nee, zeg, hallo. Nee? Okay. Nee. Dus hij nam eigenlijk, en hij is altijd, en dat vind ik interessant, trouw gebleven aan al zijn maîtresses. Ja. Ik vind dat ook als snop, zeg ik, oké, je blijft trouw, in ieder geval aan die vrouw. Ja, al hoef je de verjaardag niet uit je hoofd te weten. Mooi van Bernard is ook dat er zijn toch wel enige honderden miljoenen mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben beschouwd als een dipje in hun bestaan. Kan gebeuren. Maar voor Bernard was dit het absolute hoogtepunt. En het grote voordeel was natuurlijk dat zijn vrouw was geëmigreerd naar Canada met de kinderen. Dus daar had hij geen last van. Dus hij zat in Londen. Was hij lekker aan de gang. Maar hij moest toch, courtesy visit, dan even langs. En dan maakte hij wat gezellige filmpjes van de kinderen in het zwembad. Ja. God. Het was zo'n fijne familieman. Ik ben erg blij hier enkele dagen met mijn familie te kunnen zijn en de kinderen te zien, vooral hoe ze opgegroeid zijn in dit jaar dat ik ze niet gezien heb. Hij is hier gekomen als een volkomen verrassing voor me, nadat we elkaar voor meer dan een jaar niet hadden gezien, zodat we nu bijzonder prettige dagen beleven. Nou, het is wel... Papi was even een jaar weg. Het is hartverwarmend. Ja, papi had het druk. Had verder geen baan of zo. Hij had niet een relevante functie. Pas aan het eind van de oorlog wordt hij dan doorgeduwd door Wilhelmina. Wordt hij dan hoofd van de binnenlandse strijdkrachten. Het is eigenlijk een zootje ongeregeld, maar prima. En daar ging hij ook weer lekker te keer. Want daar zijn ook nog wel wat... laten we zeggen, slachtoffers gevallen? Ja. Wat kadetten beroerd. Ja, nee, mooi. Hey, en dan zijn finish. En dat vind ik toch ook voor de snobs wel belangrijk om te bespreken. Zijn finale is natuurlijk het postume interview dat hij heeft gegeven aan de mannen van de Volkskrant. Ja. En dat verschijnt dan een paar weken na zijn dood. Waarin hij bekent dat hij, nou ja, buitenechtelijke, tenminste twee buitenechtelijke dochters heeft. En die ook volledig laat meedelen in de erfenis. Beetje zuur voor Beatrix. Fiscaal pakt het volgens mij voor de Basta aan ook wat gunstiger uit dan voor de eigen dochters. Ik weet niet. Daar zat haar vrevel niet, denk ik. Nee, helemaal niet. Maar papi was een beetje stout geweest. En dit was natuurlijk... Ja, kijk, ik snap... Ik kan wel met Beatrix meevoelen, maar het is natuurlijk wel... Ja, er werd gezegd in de documentaire als slot... Uiteindelijk leefde hij alleen voor zichzelf. Ja. Nou, en letterlijk een dubbel leven. Hij was natuurlijk voorzitter van het Wereld Natuurfonds. En ondertussen joeg hij ook wel eens op een olifant. Dus dat is... Dat liep niet altijd parallel. Later is hij echt wel een beschermer geworden. Maar er sneuvelen heel wat zwijntjes en big fives... Ja. In de dubbelloops van Bernard. Ja. Hij staat ook op het belangwekkende stripboek wat jij begeleid hebt. Staat hij ook met een gebroken geweertje. Maar niet een gebroken geweer om niet te schieten. Maar vooral om de patronen erin te kunnen doen. En ook die tattoo en de armbandjes is wel... Wat vinden we daar eigenlijk van? Want Bernard had bijgeloof. Hij spaarde olifantjes. Hij had altijd van die olifant. Dat is ook altijd zo'n trend van die olifanten... De staart van de haren. Om je in Parijs kan te laten maken. Met Jeroen Pauwbandje. Ja, ik vind het wel mooi, maar ik waag het zelf nooit om te doen. Je vindt het wel mooi om te hebben? Ik heb het vroeger nog wel eens gedaan, zelf geknoopte armbandjes. Maar mijn moeder keek dan toch licht misprijzend naar mijn pols. Misschien omdat haar broer toch meer op mannen is gaan vallen dan op vrouwen. Dat ze dacht, oei, is dit een voorbode? Dus voor mij is dat een beetje... Maar ik vind het toch wel mooi dat hij dat heeft... Hij hield van, mooie horloges, bandjes. En vind je het wel acceptabel dat hij met een baard eindigt uiteindelijk, Ivan? Ja, maar dat had een medische... Een beetje camouflage. En een snop mag camoufleren. Nou ja, goed. Al die speculaties over hoe was die man, hoe zat hij in elkaar. Volgens mij heeft hij het zelf heel goed gezegd in een gesprek met Rick Velderhof. Luister maar. Zolang als ik denken kan, heb ik nooit een slechte droom gehad. Dat betekent, zeg ik, of een goed geweten of totaal gewetenloos. Nou, ik vind het ook wel... getuigen van zelfreflectie, dit. Ja. En we weten het ook niet helemaal. En het is misschien maar goed zo. Toch? Ja. Dus niets van lof voor zijn koninklijke hoogheid.
We hebben de Corton Charlemagne in het glas. Ja. Nou, wat dat betreft kunnen we de prins absoluut niet afserveren als een man zonder smaak. Mm-hmm. We weten dat die rosé champagne... ben zelf een keer, ik heb de anekdote verteld, in de kelders van Dom Perignon geweest, waar nog 9000 flesjes op hem liggen te wachten. Ja. En zijn kleinzoon Maurits zei dan, nee mee. Maar ja, daar was mijn achterklep dan net weer te klein voor. Dus hij wist wel wat we dronken. Ja, de man verdient een monument. Ja, nou die zijn er toch ook aan wel. Had keizer moeten worden. Ivo, dus we zijn in onze nieuwe rubriek met een nieuwe sponsor, Soet Supply. Verheugen we ons zeer op. Ook omdat we vragen mogen gaan beantwoorden van lezers. En we krijgen natuurlijk sowieso via de Tony Media al allerlei vraagjes binnen. Er was er meteen één in het genre, die gaan we maar eens even inzetten. En er staat, beste snobs, is het eigenlijk nog nodig om kleren te tailoren? Hè? Dus om ze eigenlijk op maat te maken. Of kun je wegkomen met een pak gemaakt met niet snobwaardige materialen, zoals bijvoorbeeld stretch of het hoge water van Jord? Ja. Maar ja, stretch heb ik sowieso al een beetje moeite mee. Nee, zeker, maar wij willen alles op maat. Ja, nee, maar een stretchstof vind ik, dat kan. Nee, en gaat na 10 keer stomen, gaat het een beetje lubberen. En niet te recyclen. Het is een milieuargument waar we als snobs niet snel toe over te halen zijn. Maar het is eigenlijk niet te recyclen. 3% lycra, hè? Nee, niet altijd, hoor. Okay. Het kan ook helemaal natuurlijk. Maar je hebt ook natuurlijke stretch, hè, natuurlijk, met polo's. Nee, dat kan tegenwoordig. Nee, maar kijk, waarom hebben mensen maatwerk nodig? Dus tailoring. En tailoring is sowieso dat het wat meer op maat en dan bespoke is over het eindpunt waar werkelijk alles opnieuw gemaakt wordt. Mm-hmm. 99% van de mensen zijn natuurlijk toch fysiek imperfect. Ja, neem onszelf. Ik wil niet in detail treden, maar kijk. Daarom. Het is, dus uiteindelijk is dit bedrijf hier een volkssport. Iedereen heeft dit nodig. Zo is het. We gaan even bellen met Mark Harmeling. We kennen hem goed. We zijn veel met hem op reis geweest. Over de hele wereld. Peru, Australië, noem maar op. Hij is nu tegenwoordig heeft een hele mooie titel gekregen. Hij heet Global Style Director. En dan is de vraag natuurlijk aan de Global Style Director. Wat zijn de trends voor deze komende zomer? Want er is een gerucht. Ik las het ook al ergens al in de gespecialiseerde media. Dat er wellicht... dat mijn hoge smalle pijpjes eruit gaan. Ja, en je krijgt weer bandplooien. Niet gekker bandplooien. Maar laten we hem vooral niet bellen. Want ik heb voor het eerst van mijn leven een hoofdtelefoon met plastic oorschelpen. Maar je hebt hem wel geparfumeerd. Ja, maar dat helpt niet. Dus ik doe hem af. Moet een andere manier vinden om in contact met hem te komen. Sorry. Ik vind het ook echt geen gezicht. Hè? Ik heb een radioprogramma bij Radio 1. IJs is koptelefoon op. Ja, het lukt me al 5 jaar om dat niet te doen. Nee. Doei. Op. Sorry. Inmiddels... kwartier later, want er moesten wat technische aanpassingen gedaan worden. We hebben nu zover dat Mark Harmeling, de Global Style Director, ons gewoon even een boodschapje gaat sturen wat we moeten doen. Oké, we gaan ademloos luisteren. Ja. Mark Harmeling. Hey Jort. Nou kijk, als jij alleen maar heen en weer vliegt in een helikopter tussen je paleis in Amsterdam en een van onze eilanden, dan begrijp ik dat je niet helemaal up-to-date bent met het laatste nieuws. En dat zie je ook wel een beetje terug in je stijl, hè, Jort, tegenwoordig. Dus met die net iets te strakke en te korte broeken. Maar ik zou zeggen, ja, weet je, het mag wel, maar het kan beter. Wat je met name op het moment ziet, is dat er een hele sterke omwenteling is van streetstijl. Items zoals hoodies en sneakers naar meer tailored items. En met tailored bedoel ik echt jasjes en broeken in een meer formelere manier. Maar ook zie je steeds meer de casual stijl en een beetje een preppy stijltje terugkomen. En wat leuk is aan deze style shift, is dat er ook een doelgroep die pre-pandemic eigenlijk helemaal niet per se op zoek was naar een pak, daar wel naar op zoek is. Wat je met name terugziet in de nieuwe collectie deze zomer, is dat de broeken toch weer langer en wijder gaan worden, Jort. Dus ik denk dat je daaraan moet geloven. Maar als je mee wilt doen met de huidige trends, dan ga je toch voor een iets hogere waist in je broek, wat ook een langere pijp geeft en ook optisch eigenlijk de silhouet van het mannelijke lichaam versterkt. Sowieso tonaal en rustige clean looks. Dat is iets wat je deze zomer veel gaat terugzien, ook met name bij ons in de collectie. En ik denk dat het fijne is van de pakken die zo worden gesteld en worden gekocht, is dat je ze dus niet alleen voor kantoor kan gebruiken, maar ook voor uit eten, social events, gala's, you name it, kan je in principe terecht bij deze stijl en fit. Ivo, ik geloof dat we door de kasten moeten gaan.
Ja, mijn zak kan weer vol. Eindelijk al die pijpjes op 17,5 centimeter. Al die jasjes in laten nemen. En nu kunnen we weer helemaal tegendraads. Voordeel is wel dat we nu, als we die wijde look gaan doen, dat we over 10 jaar die wijde look weer kunnen innemen. Dat is wel weer goed. Dus was Mark Harmeling. Als je meer over de collectie wil weten, dan kun je natuurlijk gewoon naar zoetsplaat.com. Eindeloos veel nieuwe dingen, eigenlijk dagelijks wel. Maar wat we ook gaan doen, dat is wel leuk. Eigenlijk een beetje terug de traditie wat we ooit met onze boekjes Man en Pak deden. We gaan weer wat commentaar geven op machtige manieren meestal die niet helemaal begrepen hebben. Dat vind ik een goed idee. Snopveel. Ja. Snopveel. Oh, okay. Gewoon op onze Instagram pagina gaan we weer wat commentariëren. En natuurlijk hoe het wel kan. Want we vinden het ook wel fijn als we hier de straat op gaan straks. Dat Nederland er iets beter uit gaan zien. Toch? Ja. Nou, en neem een kijkje bij de nieuwe collectie van Zoetsplein. Nee, niet te veel reclame. We zijn nu door de reclame heen. Even de nieuwe fit, de manier van dragen. De langere jasjes zijn in beeld, de wijdere broeken. En het wordt nog comfortabeler, maar. Dus, Never been better. Huh? Het snobject. Ja. Ivo, wat voor lekkers heb je bij? Nou, ik wil even in navolging van onze held Bernard, die natuurlijk zijn leven lang getooid ging met de Ray-Ban Aviator zonnebril. Ja, de vliegeniersbril. 37 geboren. Klacht van de vliegeniers van het Amerikaanse leger dat het licht te fel was. Speciaal voor hun een bril ontwikkeld. En zoals je weet heeft het militaire leven altijd veel geld voor investering. Dus dat is een erg mooie bril geworden. Een hit geworden door allerlei films. Rebel Without a Cause uit 1955. Audrey Hepburn had hem zelfs op in Breakfast at Tiffany's. Mm-hmm. Kortom, en door die film Top Gun, wereldwijd iedereen mee hebben. Er zijn allerlei klonen van gekomen. Porsche, je kan hem voor een tientje kopen bij de dump, hè? Ja, but it's the original, you need. Ja, want wie maakt het origineel? Ray-Ban. Oh, dat is altijd een Ray-Ban. Ja. Oké. Okay. Ja, de Wayfarer, hij is internationaal op de kaart gezet door die beroemde generaal Douglas MacArthur. Dat was een goeie, die wilde Korea nog noemen. Op de voorpagina van New York Times had hij die bril ook op zijn neus. Ja. En zo is het een enorme hit geworden. En kwam meteen de Franse president, zei onze soldaten moeten ook deze bril hebben. En zo is het een booming brilletje geworden. Wat goed, joh. Goed. Maar Ivo, jij voelt je natuurlijk voor zo'n gewone Ray-Ban weer te goed. Ja, ik wel. Ik ben Persol heeft, dat is mijn merk. Persol betekent tegen de zon. Dat is ooit ontwikkeld voor de trambestuurders van Turijn en Milaan. Ja, dat is een beetje jouw genre. En deze is een speciale editie met blauwe glazen. En dat is de Steve McQueen. Dit is de bril. Ik zoek hem op. Ook. Ik heb een andere kleur glas. Ja, want dit is op maat gemaakt. Ik heb ook dit is blauw glas. Nee, ja, maar dit is deze moet je hebben, want dit is de film die Steve McQueen op heeft in de Thomas Crown Affair. Oh. Maar met blauwe glazen wordt hij niet gemaakt, dus je moet zelf aan de bak. Is een beetje een bordeelhouder zo, toch? Ja, en dan was er nog even een schrobbering, een afranseling van mij, van een Marie-Sophie Merde. Ik schijn gezegd te hebben dat Castle Howard, waar wij natuurlijk Brideshead Revisited gerefereerd hebben, dat geweldige boek, geweldige verfilming ook, van het boek van Evelyn Waugh. En ik heb gezegd, ja, dat is Castle Howard, daar woonden de Hamiltons, kennelijk de Schotse familie. Zoiets heb ik gezegd. Ik weet bij God niet. Ik wist niet dat ik het gezegd had. Want maar jij kan het meestal echt wel goed op orde, deze hele. Ik heb een slordigheid. Je hebt die Hamilton-familie. Ja. Het is de Howard-familie natuurlijk, vandaar ook Castle Howard. Mm-hmm. Die Hamilton-familie is de Dukes of Hamilton. Dat is de premier peer in Scotland. Dus dat is een beroemde Schotse familie, maar niet een Engelse familie in die zin. Ja, ja. Castle Howard ligt gewoon in Noord-Engeland. Grappig genoeg. En dat is van de Howard-familie. En dat vind ik toch wel leuk. Dus ik word een beetje aangepakt als snopveel. En hij snapt er allemaal weer niets van. Hij zit er helemaal naast. Wel goed dat ze scherp is. Het is toch ook wel des snop om er net naast te zitten. Want je wil natuurlijk eigenlijk, je hebt aspiratie, je wil er heel graag bij horen. Je weet het wel een beetje, maar precies, net niet. Dus wij moeten ook bewust fouten maken om de luisteraar wakker te houden. Ik sluit niet uit hoor dat ik alsnog fout naast zit. Want die Castle Howard wordt dus door een van de staken van de Howard-familie bewoond. De beroemdste staak van die Howard, dat is natuurlijk de familie die ook de Duke of Norfolk. Oh ja. Ik zeg Norfolk, zeg Norfolk. Je eigenlijk zo'n beetje. Niet Norfolk. Bewonen, die hebben hun grote beroemdaars, iedere Engelsman kent, Arundel Castle. Ja. Dus dat is waar die Dukes of Norfolk dan wonen. Dat is overigens niet in Norfolk, dat ligt in Sussex.
Dat is ook weer zo Engels dan. En ja. Als je dus in die families verdiept, dat is altijd zo aardig. Dat gaat dan helemaal niet meer over Brideshead's Revisited. Maar dan zie je echt die family tree. En daar hebben ze 5 of 6 van die branches, hè, van die staken. Eentje zit dan inderdaad op dat huis wat we allemaal van de film kennen. Die andere woont dan onder meer op Arundel. Maar die familie heeft ongeveer 10 Grade 1 listed houses nog. Dat is ongeveer 50 keer maar de slot en dan 10 stuks daarvan. Hoeveel dakpannen zijn dat? Ja, precies. Het mooie vind ik dan wel ook weer, als je naar die familie kijkt, wat ze mee hebben gemaakt. Hè. Dus die Howard-familie, bijvoorbeeld 2 vrouwen van Hendrik de VIII geleverd, allebei onthoofd. Onthoofd, ja. Uiteraard, ja. Die kennen we allemaal. Zijn we nog geweest daar? Ja, een van die meiden is natuurlijk Anne Boleyn. Mm-hmm. En die andere is de Catherine Howard. Nou, de naam zegt het al. Maar het is bijvoorbeeld nog steeds... Het is de machtigste adellijke familie na die royals natuurlijk. Mm-hmm. En hebben nog steeds, hoewel ze katholiek zijn, allerlei privileges. Dus zij openen bijvoorbeeld nog ieder jaar het parlement. Dus die vent met die stok die daarvoor oploopt, is dan gewoon, dat is hij. Okay. Want dan ben je de Earl Marshall. En je bent de hoogste van de adel. Je gaat over de heraldiek. Mm-hmm. En ik heb even gekeken wat voor titels die nog heeft. Want mensen vragen ons ook wel eens van... Hoe zit dat dan met die Engelse titels? Dus dan heb je daarboven heb je zo'n duke, maar dan is zijn zoon is ineens een viscount of een. Hoe zit dat? Dat is, dat is ook niet helemaal helder. Het is een uitzending apart dit. Ja, titels, dat doen we nog. Kom ik hier op terug. Maar het is wel aardig om de titels te noemen van de huidige Howard. De laatste Howard, dat is de 18th Duke of Norfolk. Edward FitzAlan Howard, een jongen die in 1978 geboren is. Is dan ook Earl Marshall. Hij is ook de Chief Butler. En die ga je zien als je binnenkort de coronation, de kroning van Charles gaat zien. Dan zal hij aan de Royal Banquet, een coronation banquet, zal hij dus een rol hebben. Ja. Dus hij, met die hele coronation speelt hij een centrale rol, omdat hij een van de belangrijkste adellijke typjes is. Maar zijn titels. Hij is dus de 18e Duke of Norfolk. Dan is hij de 36th Earl of Arundel, dat is dat Arundel, dat castle, dat mooie kasteel. Dan is hij de 19th Earl of Surrey. De 16th Earl of Norfolk, ook nog een Earl. Dan is hij de 13th Baron Beaumont. Dan is hij de 26th Baron Maltravers. Dan is hij de 16th Baron FitzAlan. De 16th Baron Clun. De 16th Baron Estrey. En de 5th Baron Howard of Glossop. En dat Estrey, dat is alweer helemaal Brits. Dat, hè, je kent Worcestershire sauce, Gloucester, dat schrijf je als Baron Oswald Destre. En dat spreek je uit zeggen, als? Oswald Destre of zo. Estre. Estre. Wat Uniek. Ik me nou afvraag nu jij dit dus allemaal ik zo... denk, ik ben heel benieuwd. Naar de reactie van onze vrouw. Marie-Sophie Merle, wat heb je hier weer op aan te merken? Kom er maar in. Ja, nou het enige wat ik me afvraag, hoe ziet die grafsteen eruit van die vent? Jezus. Ja. Tot zover. Ik slik gewoon het laatste, het slotcitaat moet ik inslikken. Want we zijn een race tegen de klok. Maar ik vond mooi, ik las wat over die Douglas MacArthur. Grote militair. Met Kennedy, de juiste bril. Tot het jaar voor zijn dood. Kennedy nog met de juiste bril. Kennedy nog van een militaire raad voorzien. En die had wel een mooi, kort, bondig slotcitaat, vond ik. Die stelde, you are remembered for the rules you break. Nou, dat spreekt ons toch aan. Heel goed.